Wat ben je aan het doen, boefje? De laatste spulletjes inpakken voor Brabant. Ta 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 ta. We gaan naar de domeinenput. Hatsa, even lekker harken daar. Ben nog niet opgemaakt. Eerst eten. No stress. Eerst de innerlijke van de mens. Ja, puppies. Ja, puppies. Schatjes, hè? Nou, dames en heren, we maken even de rest in orde. Ik heb ook nog een beetje een ochtendstem. Het is want schemeren. Dus even actie. Nou, hallo allemaal. We zijn op dit moment in Brabant, in Noord-Brabant, op het dorpje heet Lage Zwaluwe. En dit is de domeinenput. Schatjes, hallo. Hallo iedereen. Waar zijn we? Wij zijn bij de Domeinenput. Je hebt het onthouden. In Lage Zwaluwe. Lekker. In Brabant. Heel mooi watertje. Ja, echt mooi. Ik doe even andersom. Want wij arriveerden hier en ik dacht direct, wauw, dit is echt heel erg mooi. En jij hebt er een beetje vertrouwen in? Oh, ik heb er echt wel vertrouwen in. We zijn net al even bij de voetboot eroverheen geweest. En nou, het is overal vis. Echt overal vis. Ja, hele mooie dieptes. Ja. Het is heel mooi. Het is een heel leuk water met een schitterend bestand. En ik wou jullie het hele water even eigenlijk laten zien. Maar het is ook aardig begroeid her en der met struiken. Dus ik heb niet een hele hoop openingen. Ik wil jullie nog wat laten zien. Hier, sloompie. Maggie, hey, schattie. Dit heb je hier ook wel een hoop. Overhangende struik over het water. Hier ook daar. Het is echt heel mooi hier hoor. Het heeft ons hetje gestolen. Een water met obstakels. Een heel mooi bestand. Maar ik moet even de boom in. Maar je hebt hier ook hele dikke bevers die hier de boom aflopen te knagen. Hier, ik hang nu even in de boom, maar hier onder water liggen ook allemaal struiken, stronken, de hele rattenplank. Maar dat is een hotspot. Nou, even een view over het water. Ik sta echt hier midden in de rimboe. En dat. En je hebt hier overal rondom het water, naar haast, overal heb je een weglopen. Dit. Met de wagen erop red je niet, want het is redelijk smurrie. Het is nu iets harder dan anders, want ja, we hadden geen regen. Hier, doe ik hem even andersom, staan de auto's. Daar achter ons onder hockey.
hier was ooit stek 1, hoe ik het begreep dan. Maar jullie China's hebben daar vuurstofdingen in het water liggen. Dus als je een run hebt en hij schiet daaromheen, dan heb je een dingetje daar. En daar. Dus ik snap wel dat de beheerder onder andere deze stek niet meer als stek heeft. Het is echt een wildernis. Nou, heel eerlijk, ik hou ervan. Hier, een innammetje is ook wel mooi hoor. Je hebt een hele hoop wateren waar mooie harde wegen omheen lopen. En wat aangelegd is. Dat heb je hier niet. Hier is allemaal gras. Ik vind het heel mooi. En ja, het is misschien raar hoe ik het zeg, maar ik vind dat nog spannender als iets wat heel makkelijk begaanbaar is. Dit is echt back to basic. Nou, dan lopen we eventjes door. Je hebt hier 3 stekken. Dus vol is vol, maar dan heb je nog ruimte in overvloed hoor. Je hebt hier reeën, je hebt hier de ever, je hebt hier wolven. Ja, het is echt wild en nog eens wild. Maar heel erg mooi. Hij is er al bijna. Pff. Nou, ik sta hier nu bij de eerste hengel. Als ik nou even snel spiek hoe hard vrouwtje rent, dat is ook wel leuk. Rennen vrouwtje, rennen. Kom, rennen. Rennen vrouwtje, rennen, ja daar komt ze, ze heeft het niet door en ze zat in de live. Ah, Clio hoor ik in één keer. Die hoorde natuurlijk die hengel aflopen, hilarisch. Ik wou je even zien rennen. Ja, ik had net al een video bijgegeven. En ik denk dat de rest dat ook wel erg leuk vond. Ha, hallo iedereen. Je hebt een wild pruikie. Ja. Iets werd vanmorgen als ik capuchon op en bril op. Sprintje trekken. Ik weet niet waar mijn brillen dan gebleven zijn. Schrok je? Ja, tuurlijk. Waarom? Je was ook live. Of in de live. Ja, dat weet ik wel. Maar ik hoor dan toch piep, 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 piepen. Dan denk ik, dan ben ik de live alweer vergeten hoor. Hey, maar er loopt hier ook een, hoe heet dat rond, hè? Een wolf. Oh, echt? Ja. Oh, het is spannend. Ja, leuk. Ja. Die ene jongen had het wel over. Hij zegt, ik durf je niet te schijten hoor. Oh, ik heb er geen last van. Nee hoor. Maar dit is onze stek, dames en heren. Hier is onze rukbunker. Alle ruimte hier. Het is echt heel mooi wild hier. Ik hou ervan. Schitterend watertje, jongens. Ik ben helemaal in love. Het is echt heel mooi. Goedemorgen iedereen. Toby die wilde even naar de wc en die zegt ineens, mijn waken staat helemaal omhoog, maar ik heb geen rug gehoord. Nou ja, maar even ophalen met de boot. En de overburen, die hadden gisteren al een paar runs. En de buurman komt er ook even aan. Even wat hulp. Toby heeft zijn eerste vis hier op de domeinenput. Lieve mensen, ik had een piep op mijn hengel. Nou ja, normaal gesproken respons ik daar niet op, dat deed ik nu ook niet. En ik wilde buiten lopen, maar waar ik strak tegen de hengel. Ik denk, oh, wacht even. Ik zal je even helpen met aanmeren. Ja, heel wijs mee. Vang op een snowman. Op mijn eigen rig, een langere onderlijn. Prachtig. Schilderijtje hoor. Wauw, dat is echt mooi. Ja. Ja, heerlijk dames en heren. De eerste is binnen. Ja, ik hoorde net één keer duurt. Ik denk, nou ja, dat is niks. Dus ik loop naar buiten. En mijn waken strak tegen de hengel. Ik denk, ja, wacht even. Nou, ik moest wel even werken, want hij hing om hout heen, waterlelies, de hele rattenplank. Dus, maar hij is binnen. Yes. We lagen heerlijk te slapen. En in één keer, duut, hang een echt een schitterende spiegel. Heel wijs, man. Maar wat een
Zo. Nou, dit is hem uitjes. Wat een beauty. Wat een mooi dier, zeg. Lekker. Ik doe me even andersom. Hier is het andersom, luidjes. Dat is die mooie. Heel mooie nopjes. Echt mooi hoor. Net niet een schrik. Erg jammer, maar het is niet anders. Maar wel bij ze mee hoor. En een prachtige oranje staart. Ik leg hem even neer. Maken we wat leuke foto's en dan mag hij weer naar huis. Of de zomer maar. Later. Wat een beauty hè. Prachtig. Nou dames en heren, ik had er heel weinig sport aan. Maar ik ben er wel heel erg happy mee. Even uit dat holletje, vriend. Nou, dames en heren. Deze rooier zei het nog. Als we de lijf uit hebben, 1 minuut later, race die hengel af. En wat een fluiten, dames en heren. Weer een hele mooie spiegel. Er rust echt een vloek op mij. Ik mag geen lijfruns hebben, denk ik. Weet je wat dat inhoudt? We hebben er weer. En hoe? Er is een uithoek hier op het water. Daar hingen allemaal ruggen boven water. Ik denk, daar moet een hengel dan heen. Dus ik denk, ik haal mijn hengel op. Ik hang er een dutjes aan. En ik haal mijn hengel op. En mijn lijn die loopt in één keer heel ergens anders heen. Maar ja, toen had ik een heel mooi spiegeltje weer. Echt een schilderijtje. Moeten jullie eens even zien. Het is echt een spruit, maar hij is echt, echt heel erg mooi. Spirit in zijn donder. Nou ja, dat is alleen maar beter. Hij is wel mooi, hè? Hij is prachtig. Echt een beauty, hoor. Later. Schatty, je hebt er een. Ik heb een beetje. Mooie kiloknaller. Nou. Maar wel een hele mooie hoge rug. Prachtig hoor. Echt een wijsneusje. Nou. Dat is echt leuk. Ik dacht eerst dat ik weer een zeelt had. En hier vlak voor de krant ineens begon het actief te worden. Nou. Wat een leuk het. Echt. Knap. En door de wind van gisteren ligt er heel veel troep in het water. Ik heb al geprobeerd om het te voorkomen met scheppen. Zo, even de rommeltjes eraf. Zo. Prachtig hoor. Echt mooitje. Zo geliefd. Ja, mooi. Wat? Ik had hem op een 24 mm body van MTC. En we hebben een run. Nou, lieve mensen, nadat vrouwtje net het is een beetje een schupje had, dit, maar echt zo hoog. Nou, we zijn met die vis bezig, mijn hengel loopt af. Hier is Mr. Doerak. Oh, wat een plaatje. Ja, mooi is die, hè? Prachtig. Echt mooi dier. Echt mooi dier. Prachtig. En dan was hij sterk, joh. Hij is echt heel licht van kleur. Ja, hij is echt heel licht. Prachtig oranje staart. Hij is een beetje licht en bruinig. Hij is heel licht van kleur. Ja. Die heeft er zin in. Mooi release. En wat zeg je dan, schatje? Wat ik dan zeg? Nou. I like to shake it, shake it. Nee, even alles. Kijk, uit op een stokje, het is nog heel vroeg. Ja. We maken even wat warms te drinken. Dan heb ik nog 1 stekje die ik aangevoerd. En daar smijten we ook even een hengeltje op. Later. Nou, schatje. We hebben er weer een. Ik had een stekje aangevoerd. En deze deugeniet meldde zich al binnen 10 minuten. Ik doe hem even andersom. Op de domeinenput. Wat een mooie visie. Nou. Nou jongens, we waren met de ene bezig, rees de andere af. Wat een mooi schilderijtje zeg. Nou, ik doe hem even andersom. Nou, hier is Mr. Beauty andersom. Wat een plaat. Wat een plaatje. Op een 20 mm boilie met een gele
kop op de bovenop en het is raak. Nou, luidjes. In 10 minuten haak ik er 2. Waaronder deze schilderij. Man, wat een beauty. Ik doe hem even andersom. Dat is hem. Hier is hij andersom. Prachtig. Mooi, hè? Echt een wijs diertje. Nou, we maken even wat foto's en dan mag deze ook weer naar huis. Later! Nou, lieve mensen, maar nu heb ik er weer een. Dit was de eerste. En 5 minuten later reesde die weer af. En allemaal op één hengel. Dus ook weer zo'n schilderijtje. Hè? Oh, prachtig. Een plaatje, hè? Schitterend. Lekker, man. Hansa. Nou, doe hem even andersom. Deze wil ook kijken. Ja. Hier is het echt een rij. Mooie luidjes. Prachtig. Ik ben helemaal in mijn opjes. Wat is dat, Daisy? Wat is dat? Mooie big. We maken even wat foto's, dan mag ik naar huis. Later. Nou, lieve mensen, we waren net live. Even wat uitleggen over de rig en zo. En we riepen nog, we hopen echt op een live run. We doen de live uit. Ik loop met de honden weg en het was ineens duut. Maar. Ah, schilderijtje. Moeten jullie eens even zien, dames en heren. Wat een plaatje, zeg. Wat een plaatje. Ik doe hem even andersom, want daar is hij misschien... Nou ja, hij is even mooi. En dit is hem even andersom, dames en heren. Wat een schilderij, zeg. Wat een schilderijtje. Ik ben hier blij mee, zeg. Ja, met allemaal, maar dit is waarschijnlijk wel de mooiste. Ja. Echt mooi dier. Mooie dikke rug erop. Mooi hangbuikje. Ja, en een beetje oranjeachtig. Ja, nog in de winter. Prachtig. In de winter oud. Vergeet. Maar hier ben ik wijs mee. Doei. Daar is jouw richting. Ja, rennen, vliegen. Weer zo'n beauty. Yes, man. Ik heb hier echt naar mijn zin. Jongens, snel boeken. Weer een opname. Jullie weten wat dat betekent. We hebben er weer een. Ik ben zo blij. Een rij. Hele mooie. Hij is niet groot, maar wel afschuwelijk mooi. Het is echt een mooi water. Ik ben echt helemaal nat. Dus als je hier weet hoe je moet vissen, dan is het wel een runwater. Dus mij vertelt dat het niet een runwater is. Maar als je de juiste spots hebt, dan is het een runwater. Nou, even rustig jongen. Even met je mooie bekje op beeld. Wat een beauty, zeg. Wat een plaatje. Echt mooi, hoor. Echt mooi. We doen direct even andersom. Moet je die schubben zien, jongens. Prachtig. Wat een beestje. Als dit een 30 is, dan weet je wat je ziet. Later. Nou, mensen, ik was even naar de winkel. Even wat te drinken halen. Geen piepje. Helemaal niks. Nee. En ik ben er weer. Nou, 5 minuten. Nee, 10 minuten. Er reist eerst achter mijn hengel af. En ik denk 3 minuten later en de hengel daar in de hoek. Nou. Dat is deze. Beauty, hè? Ja, wat een mooie. Mooi, hè? Ik doe hem even andersom. Nou, hier is die andersom, lieve mensen. Het is echt een plaatje, hoor. Jezus. Wat een plaatje. Sterk, joh. Zo. Heerlijk. Snel het hengeltje erin. Eerst even foto's maken, hengeltje erin. Want ik heb hier achter me ook een hengel die er nog in moet. En het is al bijna donker. Dus later, lieve mensen. Hallo lieve mensen, dit was eigenlijk nummer 1, maar ik moest even in het net blijven, want ik had hem geschept en ik had direct weer een run op een andere hengel. Hij is heel druk, hij is ook heel beweeglijk, maar wat een raar bijzonder beestje. Echt leuk, ik doe hem eens aan de zon, want dan is het helemaal vreemd wat je ziet. Hier is die echt heel vreemd hoor mensen. Ja, moet je kijken. Die ene kant was bijna aan rijden. Ja, wat denk je, hè? Later, lieve mensen, op en neer. Hallo, lieve mensen. Ik heb nou 3 vissen, ik denk een 1,5 uur. Het is helemaal omgeslagen. Het is echt een gekke huis. En dit is ook de grootste deze midweek. En jongens, heel eerlijk, hè. Wat was die sterk? Wat was die sterk? Wat een bak.
24 pond. Mooi, man. Moet je zien, jongens. Prachtig. Wat een beauty. Wat een plaat. Dat is toch een... Oh, man, ik ben echt nopjes. Wat een beest. Later. Het is nu inmiddels al erg laat, lieve mensen. Dus en helemaal kapot. Maar de race de winhengel af. En ook niet te zuinig ook. En die was allemaal leuk. Maar het is een rij, hè. En dat is heel, 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 heel mooi. Even wachten. Oké. Nou, lieve mensen, het heeft er niet allemaal moois bij, maar het regent. Dus ik wil me eigenlijk wel een beetje beschermen dat ik niet nap mijn nest in moet. Maar ik heb een hele mooie weg. Hier, dames en heren, hier is die vol ornaat. Ik doe hem even aan de zon. Ik hou hem nog even in de lucht. Hier is hij dan nog even, dames en heren. Wat een beest. Wat een beauty. Heel wijs mee, dames en heren. Later. We gaan weer karpen vissen, we gaan weer naar de stek. Eerst een napje eten, dus we rijden langs de Mac. Hengels in de auto, voet op het pedaal. De radio staat hard, ja we hebben veel kabaal. We gaan nu karpen vissen, we stappen in de boot. Eerst een stukje varen, want dan zijn we uit de sloot. Dan gaan we snel.